Goedemiddag, dames en heren. Mijn naam is Kees Renkens, ik ben bestuurslid van de vereniging en voorzitter van de jury van de jaarlijkse Meester Kakadoresprijs. Na rugspraak met het bestuur van de vereniging komt de jury tot de volgende nominatie. De meeste van u zullen die lijst wel kennen. En ik loop ze door, nog even van de minst verwijtbare tot de allergrootste zondaren waarmee ik zal eindigen. Vroeger was het zo dat de prijswinnaar pas werd onthuld tijdens onze vergadering. Maar de naam van de prijswinnaar lekte al zo vaak uit, bijna net zo vaak als de troonrede, dat wij hebben besloten al een dag van tevoren dat bekend te maken. Dus de meeste van u zullen wel weten wie er straks met de felbegeerde... De eerste figuur die ik even met u wil doornemen is rapper Lange Frans. Hij is bijgelovig. Hij denkt dat hij last heeft van straling, van wifi-apparaten, van magnetrons, van stopcontacten en dergelijke. En hij heeft jarenlang gefigureerd in de reclame voor een bedrijf dat apparaatjes maakt om die straling te neutraliseren. En die zetten dan de gevaarlijke elektromagnetische straling om in natuurlijke straling, waardoor je er geen last meer van hebt. Hij heeft er ongetwijfeld veel geld mee verdiend. Kort nadat we hem op de hoogte brachten van zijn nominatie, belde hij mij woedend op. En hij bedreigde mij. Hij vond het een schande. En als ik bij hem in de buurt zou komen, moest ik maar uitkijken, want anders konden rare dingen gebeuren. U ziet dat het lidmaatschap van de jury van deze prijs niet eens zonder risico is. Later ontkende hij dat hij optrad in dat filmpje. En dat blijkt inderdaad net een paar weken geleden van het internet te zijn verwijderd, van de site van de firma die dat maakte. Maar jarenlang heeft hij daar wel degelijk gestaan. En nu wil hij daar niks meer mee te maken hebben. Dat heeft ertoe geleid dat hij minder hoog op de lijst is komen te staan. De volgende kandidaat is professor meester dr. Martin Buysen. Hoogleraar gezondheidsrecht in Rotterdam, met als een van de aandachtsgebieden. Hier ziet u hem. Zorgverzekering. Van zo iemand mag je verwachten dat hij prudent omgaat met de uitgaven in de gezondheidszorg. In tegenstelling tot die verwachting heeft hij in een televisieuitzending bijna een jaar geleden ervoor gepleit dat de zorgverzekeraars ook de hoge kosten moeten betalen van leiders met onbehandelbare aandoeningen zoals multiple chronisch vermoeidheidssyndroom of chronische whiplash of chronische Lyme. Die laten zich in België of Duitsland heel veel geld afhandig maken. En hij pleit ervoor dat de zorgverzekeraar dat maar moest betalen. Want dat zijn risico's die de eigen patiënt zelf niet kan dragen. Een merkwaardige redenering voor een hoogleraar in het gezondheidsrecht. Maar erg bekend is hij niet, dus de prijs ontgaat hem. De mondhygiënisten is een jonge beroepsorganisatie die al bijna 30 jaar bestaat. En die steeds meer status krijgt in onze wetgeving en in de mondzorg. En binnenkort ook mag verdoven en kleine gaatjes mag boren, et cetera, et cetera. Dus zij moeten zich ontwikkelen tot een professionele organisatie. Dat lukt hun nog niet erg, want de ortomoleculaire geneeskunde, tussen aanhalingstekens, die heeft daar vaste voet aan de grond gekregen. Allerlei nascholingscursussen worden kwakzalvers die aanhangers zijn van die ortomoleculaire geneeskunde uitgenodigd. En ze mogen stukken schrijven in het clubblad van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten. Daar is nog een stuk veel te winnen. Firenzo. Vroeger was dat de Vereniging voor Verpleeghuisartsen, dat heet tegenwoordig Specialist Ouderengeneeskunde. En een jonge wetenschappelijke vereniging die onder andere bij probleemgedrag van demente bejaarde patiënten tactiele prikkels wil toepassen, zoals acupressuur of therapeutic touch. Op de website van deze vereniging staan die in de richtlijnen vermeld. Aanraking van verwarde patiënten kan natuurlijk zinvol en effectief zijn, maar dat moet niet in de magische vorm van zo'n bijgelovig stelsel als therapeutic touch, waarbij de patiënt overigens niet wordt aangeraakt. De therapeut, of de verpleegkundige meestal, maakt strijkende bewegingen langs het lichaam van het slachtoffer op 5 à 10 centimeter. En slaat dat dan zo af. De patiënt wordt niet aangeraakt. Dus een demente bejaarde zal daar weinig van merken. De onkritische opstelling van Firenzo staat niet op zichzelf. Ze hebben in het verleden nascholingspunten toegekend aan een propagandasymposium van Deepak Chopra in Amsterdam. 2015. En als spreker op het laatste jaarcongres hadden ze een fysiotherapeut uitgenodigd die ook Chinese acupunctuur toepaste. Hoe ver kan je zakken als wetenschappelijke vereniging? De Gelre ziekenhuizen, de locatie Zutphen. Dit waren de mondhygiënistes. In Zutphen is een locatie van de Gelre ziekenhuizen. En daarin gaat men heel ver om de cliëntel naar de zin te maken.
koffie tijdens het wachten, avondspreekuren, meer keuze in de maaltijden, vriendelijke gastvrouwen, you name it. In Zutphen kun je ervoor terecht. Gekker wordt het natuurlijk als men patiënten die lijden aan een ingebeelde ziekte zoals het electrohypersensitiviteitssyndroom, EHS, gaat stijven in hun dwang en in rare ideeën door daar helemaal in mee te gaan. En je kunt, als je naar het ziekenhuis gaat, zeg ik heb last van straling, dan wordt er een stralingsbaldakijn om je geplaatst. Dan kun je zo nu door het ziekenhuis bewegen, of als je opgenomen bent, wordt het over je bed gezet. En dat bevat een vaste combinatie van, u ziet hier de samenstelling, ze maken 80% nylon en 20% zilver. Daarbij wordt de grote meerderheid van de elektromagnetische stralen wordt tegengehouden, volgens het Gelre ziekenhuis. Deze mensen hebben vaak in eigen huis leven. Dit is een EHS-patiënt, u ziet hier het baldakijn. Dat is uit een reportage in de Volkskrant van een half jaar geleden of zo. En deze man heeft twee ruimtes, twee baldakijnen. Dit is in de huiskamer en in de slaapkamer heeft hij ook zoiets. En sindsdien gaat het een stuk beter met hem. Bekende Nederlanders als aanjagers van de kwakzalverij is al eeuwen oud. Een sterk voorbeeld, en dit is al de ene laatste van de genomineerden, is de heer Wilfred Gené, een radio- en televisiepresentator, sportjournalist. En die maakt samen met zijn vrouw reclame voor Dr. Vogel producten. En hij heeft een boek geschreven, Vullen of Voeden, ter waarde van €21,95. En een citaat in de reclamecampagne, samen met A. Vogel willen we Nederland nog bewuster laten leven. We hebben een gezamenlijke passie voor natuur, voeding en gezondheid. En door krachten echt te bundelen, kun je veranderingen tot stand brengen. En behalve deskundigen komen in het boek ook bekende Nederlanders aan het woord als Tooske Ragas, Bridget, die naam heb ik weer vandaag eerder gehoord, Bridget Maasland en Dennis van der Geest. Hebben allemaal verstand van gezonde voeding, dat snapt u zeker wel. En je bent een dief van je eigen portemonnee als je dat boek niet aanschaft, want je kunt dan, als je spullen koopt ter waarde van €20, krijg je dat boek cadeau van, en dat is €21,95, reken maar uit. Deze man, ja, u ziet hem hier, hij in zijn vrije tijd werkt in de Dr. Vogeltuinen, als u het gelooft. En hier zit u met zijn vaste vrienden van het televisieprogramma, commentator. Hij verdient genoeg, dus voor het geld hoeft hij het niet te doen. Ik weet niet of hij er geld voor krijgt, maar bekende Nederlanders die reclame maken voor kwakzalverij, ze hebben toch meer invloed dan wij soms denken. Maar nu de volgende. De Hogeschool Arnhem-Nijmegen is dit jaar de winnaar geworden van de Meester Krakadorisprijs 2018. Omdat zij maar liefst twee cursussen aanbiedt in kwakzalversmethode. In het neurolinguistisch programmeren. En ze biedt een cursus aan verpleegkundige complementaire zorg. De faculteit Economie en Management biedt een minor in neurolinguistisch programmeren. En die wordt gegeven door internationaal geaccrediteerde trainers. En we hebben al in het voorjaar contact opgenomen naar aanleiding van deze cursussen met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en gevraagd of ze die cursussen willen afschaffen. Dat wilden ze niet. En ze verdedigden het aanbod. De behaalde minor zou een student een certificaat opleveren dat getuigt van zijn beheersing van deze communicatietechniek en geeft hem toegang tot buitenlandse vervolgopleidingen. Aan de cursus zijn 30 studiepunten verbonden. En wie nog dacht dat hoger onderwijs pas rijksbekostigd zou kunnen zijn als dat gecontroleerd is en geaccrediteerd is door de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie, die heeft het mis. Deze organisatie kijkt wel naar het overkoepelend programma, dat valt dan onder Human Resource Management, maar daaronder zitten een aantal cursussen waar verder geen accreditatie aan te pas komt. En onder die paraplu heeft de Hogeschool Arnhem-Nijmegen dus de cursus in neurolinguistisch programmeren. In ons land gepopulariseerd door Emiel Ratelband. Tjaka, tjaka, tjaka. We gaan over vuur lopen. En hij is zelf overigens niet aan de hogeschool verbonden, want hij is boeddhist intussen geworden. Maar dat over Emiel Ratelband. Dus de cursus wordt nog steeds aangeboden en schijnt veel studenten te trekken. Daarnaast is er sinds het begin van dit jaar een cursus complementaire verpleegkundige zorg opgenomen. Dat is niet rijksbekostigd, de cursussen moeten het zelf betalen. En het docententeam staat onder leiding van Martine Busch. En ik hoor nu een siddering door de zaal te gaan, maar niet iedereen is op de hoogte. Het is een paranormaal begaafde vrouw die in Nederland de Therapeutic Touch heeft geïntroduceerd. Therapeutic Touch is, ik schilder het u net al, dat zijn mensen die geloven dat er in en rondom de patiënt energievelden aanwezig zijn, die niet bestaan zoals u weet.
En die kunnen dan uit balans raken en door bewegingen te maken kun je dat corrigeren, waardoor de patiënt opknapt. Het is puur paranormaal onzinnig verhaal. En die lieve verpleegkundigen die daar de cursus gaan volgen, die krijgen een opleiding in haptonomie, centeren, ademhalingsoefeningen, massage, aromazorg en energetische zorg. Dus dat is die therapeutic touch. Met je handen in het luchtledige bewegen rond het slachtoffer. Dat een reguliere en te goede naam en faam bestaande instelling voor hoger onderwijs maar liefst 2 cursussen aanbiedt waarin kwakzalverij wordt gedoseerd. Dat heeft de jury ertoe gebracht om aan deze instelling de Meester Klakkedoresprijs 2018 toe te kennen. Meestal eindig ik deze tirade met het uitnodigen van de bekroonde kandidaat om een diploma en kunstwerk, ik kan helemaal niet meer uit mijn woorden komen, in ontvangst te nemen. Meestal komt er dan niemand opdagen, maar ik heb het genoegen om nu aan u voor te stellen mevrouw Bridget Kiewitz, lid van het college van bestuur van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, om naar voren te komen, prijs en diploma in ontvangst te nemen en haar apologie uit te spreken. Ik begrijp dat u, voorzitter, even niet goed wist of u mij nou een bekroonde, een zondaar of een beschuldigde moest noemen. Dus ik ga maar uit van alle 3. Geachte dames en heren, allereerst wil ik u heel hartelijk danken voor deze mogelijkheid om u toe te spreken. U begrijpt dat wij in het onderwijs daar dol op zijn. Zeker als dit gebeurt in een zaal vol hoogopgeleide, intelligente toehoorders die bovendien niet kunnen terugspreken. Dat is altijd fijn. Het type boodschap, dames en heren, dat ik vandaag voor u heb, valt onder de door uw vereniging gekozen term apologie. Mijn woordenboek levert 2 definities van dit woord op. 1. Een mondelinge of schriftelijke verdediging van een persoon, zaak of leer tegen onrechtvaardige aanvallen. 2. Het verheerlijken, goed praten, bagatelliseren of ontkennen van ernstige misdrijven zoals volkerenmoord of terreurdaden. Voor het gemak ga ik er maar even van uit dat uw vereniging te goeder trouw handelt en mij in de gelegenheid stelt om mijn organisatie, de Hogeschool van Arnhem-Nijmegen, te verdedigen tegen een onrechtvaardige aanval. Want dat, dames en heren, is dit, een onrechtvaardige aanval. En omdat wij achter onze studenten, collega's en onze opleidingen staan en niet bang zijn om het gesprek aan te gaan, en ik het persoonlijk ook wel heel erg leuk vond om eens een keer een prijs in ontvangst te mogen nemen, richt ik mij nu dus tot u. Dus laat ons tot de kern komen. Uw grieven richten zich op onze minor neurolinguistisch programmeren, onderdeel van onze opleiding HRM, en onze post-HBO-opleiding Complementaire Zorg, die afgelopen april 2018 is gestart. Onze opleiding HRM is door de NVAO geaccrediteerd en als goed beoordeeld op de onderdelen leeromgeving, toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties. Dat is een heel mooi onderdeel, oordeel. Neem me niet kwalijk. De emotie overmand mij. Ik hoop niet dat dit een Theresa May-achtige toestand wordt. Ik ontdekte echter dat de NVAO in het verleden ook al uw toorn over zich heeft afgeroepen en het begint zo langzamerhand wel een heel eervol gezelschap te worden, de Kakadoris genomineerde. Overkoepelend thema zit bij in uw zorg, ligt in het betrekken van pseudowetenschappelijke bullshit, uw woorden, in onze opleidingen. Als dat zo zou zijn, zou ik het natuurlijk volledig met u eens zijn. Het jammere echter is dat u geen gelijk heeft. Wat onze opleidingen doen is niet pseudowetenschappelijk en is ook geen bullshit. Er is wel degelijk wetenschappelijk bewijs voor zowel NLP als complementaire zorg. Dat is fijn, dat vinden wij ook fijn, maar ik moet er meteen bij zeggen dat het wat mij betreft niet het hele verhaal is. Want bij deze discussie moest ik natuurlijk meteen denken aan het bekende citaat uit Hamlet.
Er is meer tussen hemel en aarde dan wij vermoeden, mijn waarde Horatio, of kunnen dromen. Zou het kunnen zijn dat er een meerwaarde is voor zaken die niet zozeer wetenschappelijk aan te tonen zijn, maar die wel een bepaald effect hebben? Zou ons dat dan ook niet tot enige bescheidenheid kunnen noden? Vanuit de gedachte dat wij zoveel nog niet weten. En dat wetenschap en het vergaren van kennis stap voor stap gaat, nooit eindigt en in toekomst ook weer zekerheden die wij nu hebben ter discussie zullen stellen. Bovendien, niet alles wat niet wetenschappelijk is, is waardeloos. Lees de Volkskrant van 3 oktober jongstleden over het effect van muziek en zingen op dementerende bejaarden. Therapeutisch is het niet, maar waardevol is het wel. Dames en heren, als bestuurder van een kennisinstelling waarin het onderwijzen van studenten ons primaire proces is, grijp ik uiteraard met beide handen deze kans aan om u ook nog een beetje te onderwijzen. Een van uw doelstellingen is immers het aangaan van een dialoog. Dit noem ik voor het gemak maar even een gespreksvorm waarbij oprecht en onbevangen luisteren en vragen stellen het meest effectief is. Om dit goed te kunnen moet je over bepaalde vaardigheden beschikken. Wij onderwijzen onze studenten uiteraard hierin, omdat wij vinden dat het kunnen voeren van een goede dialoog hoort bij beroepsprofessionals en bij goed burgerschap. Sommige studenten willen zich hier verder in verdiepen, vanuit persoonlijk interesse of omdat dit past bij hun beroep. Hiervoor kunnen zij bijvoorbeeld terecht bij de minor NLP. De meerwaarde van deze minor is dat het studenten de gelegenheid biedt zichzelf beter te leren kennen en hen schoolt in communicatieve vaardigheden en technieken die van meerwaarde kunnen zijn in hun beroepscontext. Doelstelling van deze minor is dat het een bijdrage levert aan de mate waarin een student in staat is om effectief te kunnen communiceren. Hierbij zou ik toch willen opmerken dat ook bepaalde van uw leden van uw vereniging wellicht profijt zouden kunnen hebben bij wat extra bagage op dit vlak. Zo vroeg de journaliste die schreef over onze nominatie aan de heer Renkens of je een gesprek niet onmiddellijk doodslaat door een instituut te sommeren met een opleiding te stoppen. Zijn reactie op deze vraag was, hoezo? I rest my case. Als uw vereniging oprecht een dialoog zoekt, dan zijn er nog wel wat lessen te leren. Ik zal verder mijn docentenneiging bedwingen. Het was geloof ik Oscar Wilde die zei, the only thing worse than being talked about is not being talked about. Een positief effect dus van deze prijs en de publicitaire aandacht voor onze nominatie is dat onze opleiding complementaire zorg zich kan verheugen op veel extra aandacht en daarmee extra aanloop. Dus dank u wel. Er is namelijk een groep gemotiveerde en gepassioneerde verpleegkundigen die hun professie uiterst serieus nemen en zich verder willen ontwikkelen op een specifiek onderdeel van hun vak. Zij zijn bij ons van harte welkom. Dames en heren, ik kom tot mijn afronding. Hoewel onze standpunten voor wat betreft deze prijs uiteraard uit elkaar liggen, wil ik toch graag mijn steun betuigen aan uw vereniging. Kwakzalverij is ook niet goed. En het is goed dat er een vereniging bestaat die, soms als een Don Quixote, soms als een Sancho Panza, tegen deze windmolen strijdt. En probeert zin van onzin te onderscheiden. Ik wens u dan ook echt alle succes van de wereld en van alles wat er zich tussen hemel en aarde bevindt in het najagen van uw idealen. En wij zullen doorgaan met onze idealen. Het voorbereiden van onze studenten op hun professionele loopbaan, hen tot uitstekende beroepsbeoefenaars op te leiden en tot reflecterende, kritische en mondige burgers. Dank u wel.